Het begint aardig druk te worden op de kermis in Helmond. Nu valt het nog mee, maar dit weekend gaat de temperatuur verder naar beneden. Gevoelstemperatuur, min 15. Laten de Helmonders zich kisten. Misschien komen ze wel van de koude kermis thuis. Fris, kil en koud. De kermisexploitanten vrezen voor hun omzet. Het zal denk ik wel een bepaalde mensen toch op het idee zetten om niet te lang naar de kermis te gaan, omdat s'avonds natuurlijk zo koud wordt. Overdag zal het meevallen, maar s'avonds zijn we wel bang ervoor dat er minder publiek komt. Koud niet erg, want dan krijg je zich op, ja toch? Ja. Alleen die wind misschien. Hier moeten mensen iets gooien? Ja, één bal in de melkbus en dan maak je uitzoek wat je wil. Maar dat wordt nou alleen maar moeilijker met die wind. Ja, dan vallen ze er makkelijker in. Makkelijker? Ja, misschien wel. Ja, zeggen ze allemaal. Kijk. Zo makkelijk is het. Wind of geen wind, het wordt extreem weer voor eind maart. Toch lijkt het erop dat de Helmonders zich niet zomaar gewonnen gaan geven. Jullie hadden serieus zin in een ijsje nu? Ja, toen scheen nog de zon en was de wind weg. We proberen het gewoon lekker gezellig te houden hier op de kermis. Jullie laat je niet weer houden door de temperatuur? Nee, absoluut niet. Dan doet hij nog een jas extra aan? Een vest misschien, een vest extra of zo. Ja. Ja. Maar je kunt er wel tegen? Jawel. Vorig jaar liep Helmond nog in een korte broek en een t-shirt over de voorjaarskermis. Dit jaar moet het met een das en een muts. Deze voorjaarskermis is dus alleen voor echte bikkels, maar die zijn er in Helmond blijkbaar genoeg. Zijn jullie bikkels? Ja!